Een hele goede dag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019 The Grid Mode. We gaan er verder in de Verenigde Staten, ronde nummer 19 van het kampioenschap en aflevering 20. Als je de vorige aflevering gemist hebt, zou ik die eerst even terugkijken zodat je deze dus gaat zien. En wil je meer afleveringen zien van F1 2019 The Grid Mode, druk dan gewoon op de abonneerknop, druk dan gelijk op het belletje, zet je op alles aan zodat je geen enkele video meer van mij mist. Ja, we gaan dus vandaag verder in de Verenigde Staten. En zoals je kan zien hebben we helaas een department failure aan het chassis. Dus we gaan daar opnieuw dat dus gaan upgraden. 5% korting, dus dat is mooi meegenomen dus. Hier zie je dus de historie van de progress en dan gaan we nu doen naar de kwalificatie. Any minute here in Austin, Texas, where drivers will be hoping for timesheets today and be ready for tomorrow's US Grand Prix. This has been an exciting track in times gone by, and typically it entertains the moment the lights go out. We've seen in the past how tricky the first corner is. It's not an issue in practice and qualifying, but if you throw a lot of highly competitive drivers at it all at once, you've got an entire situation. The smarter drivers will be able to temper their approach and stay out of trouble, but it doesn't mean it's easy. Nou, we zijn dus aanbeland bij onze auto en zoals ik net hoorde hebben we een lek in het hydraulisch systeem. Dat duurt dus 6 minuten, wat dus van onze kwalificatietijd afgaat. We zijn hier aan boord bij Devin Butler in zijn Toro Rosso. Die is dus bezig met een autolap en wij moeten dus gaan wachten totdat het probleem is verholpen. Inmiddels is het probleem verholpen en nu kunnen wij dus een outlap gaan doen met nog 11 minuten te gaan. En we gaan denk ik nieuwe onderdelen in Brazilië plaatsen voor de auto. We gaan in ieder geval de setup veranderen. En dan gaan we gewoon de kwalificatie beginnen met een outlap in Q1. En dan gaan we kijken wat voor rondetijd wij kunnen neerzetten in Q1 in Oostenrijk. DRS hier dus weer gesloten. Geen regen op dit moment. Het is voor ons wat voordelig. Maar in de race kunnen we wel te maken krijgen met regen. Dus zorgen dat we ons goed kunnen kwalificeren. We gaan een tijd noteren hier in Austin, Texas, op het circuit van Amerika. En we schieten gelijk door, wat hopelijk niet onze rondetijd zodanig gaat beïnvloeden, want in sector 3 zijn wij erg snel met de auto voor. En voornamelijk ook dit gedeelte, want we hebben meer downforce dan de rest. We komen over startfinish en is P8 met een 1.35.9. En 1.1 seconde achter Hamilton en voor Kimi Räikkönen. En we gaan nu gewoon naar binnen. Een tiende verschil. Minder dan een tiende denk ik. We zullen zien. Nog 5 minuten te gaan in deze kwalificatie. Minder dan een tiende. Nee, sorry, meer dan een tiende. Ja, het is meer dan een tiende verschil met Kimi Räikkönen. En nog steeds op P8, maar dat kan ook in één keer naar P11 of 12 zijn. Want nu begint iedereen zich te verbeteren hier in Austin, Texas. Ik was even in de war met Oostenrijk, maar ik bedoel Austin in Texas. En we gaan er dus ook uit. Voor het geval dat. Want anders, als wij nu binnen blijven, dan verbetert zich iedereen. Dan zijn we gewoon weg uit Q1. En dat willen we niet, want we willen graag door naar Q2. Dus ja, we zullen zien. Inmiddels doorverwezen naar P10.
De pitlimiter is inmiddels uitgeschakeld en nu kunnen wij de auto zelf gaan besturen. Racing Point, die heeft pech, want wij zitten hier gewoon de vlak voor. En die gaat hij niet leuk vinden. Inmiddels over start-finish. En wij gaan dus nu een ronde noteren. Onze tweede noterende ronde hier in Oostenrijk voor Q1. We schieten alweer door. Toch wel een extreem foutje hoor, want ik heb dat nu vaker hier in Amerika. De eerste bocht vind ik bloedirritant. We hopen dat we door kunnen naar Q2. De vlak hangt inmiddels uit en Verstappen na 1 gegaan. En ik zie dat deze rondetijd het niet gaat worden. Dus we duiken gewoon naar binnen. En dan zullen we gewoon zien waar we belanden. Op dit moment P11. Ik ben benieuwd welke positie dat is als ze naar de pits worden geduwd. De bandenverwarmers gaan er weer op. En het is P11. Door naar Q2. Nou, goed gedaan. De beide Toro Rosso's, beide McLaren's en de Racing Point hebben dit niet gehaald. Maar ja, dat is pech voor hun. Inmiddels aanland bij Q2. En dan gaan we kijken of wij nu door kunnen naar Q3. Ik hoor geen geluid. Geen motor die wordt gestart hier bij mij in de pitbox, dus ik weet niet wat er aan de hand is. Erg stil zonder motor. We hebben daar wel wat problemen met de MGUH en de ICE, die worden in Brazilië worden die vervangen. Maar het kan zijn dat we dan een grip dan met die krijgen, want die moeten zoveel races mee en dan ja. Mag je ze gratis vervangen? Maar ja, omdat dit al mijn vierde wissel is met die componenten van de bak eigenlijk. Daardoor krijgen wij nu gewoon die grids eraf. Ik hoor geen geluid, wel snel in sector 1. Maar dit is verdacht vreemd. Geen geluid, nog steeds op P3, op 3/10. Dus de snelheid zit er. Ik weet niet wat hier aan de hand is. In Singapore hadden wij dit ook hoor. We zitten er wel even door. Bottas snel met een 1.35.5. En in Singapore hadden wij dit ook. Ook in Q2. Nog 9 minuten te gaan. Op dit moment P7. Snel in sector 1. En dat was het dus voor onze sectoren. P8 inmiddels. Doorverwezen naar P8. En misschien kunnen we dan kijken wat onze tijd nu nog steeds gaat worden. Want we gaan er nog een keer uit. Ik hoor nog steeds geen geluid. Weer op dezelfde banden. Als we in Q2 hadden gebruikt bij onze eerste run. Dus oh, ik hoor weer geluid. Oh, mooi zo. Ik hoor weer geluid. Mooi zo. Ja, dus deze banden worden nu ook gebruikt tijdens de race, maar die zijn dus 2 ronden oud. Maar ik gebruik deze ook omdat ik weet dat het in de race enorm hard gaat regenen. Dus dit kan gewoon. We zijn over start-finish heen gekomen en nu gaan we kijken of we wat sneller kunnen in Q2. Verstappen rijdt voor ons. Een Renault, als ik dat goed zeg. Rijdt achter ons, of is het een McLaren, ik weet het niet. Paars in sector 1, groen in sector 2. Een verbetering van een volle seconde hier in Austin, Texas. En dan ben ik ook benieuwd waar wij op dit moment nu gaan landen. Ik zie helemaal niks door die zon die op de curbstone schijnt. Hij is nu weer weg. We komen over start-finish en het is...
P3. Ah, nou, dat begint goed. Dit is goede moed voor Q3. En hopelijk kunnen we in Q3 naar P3 rijden. Op een 10e. Dat is goed. Raikkonen heeft het niet gered. Laatste plek in Q2. En dan gaan we door naar Q3. Inmiddels bij de auto voor de top 10 qualifying hier in Texas. We hebben maar één setje van de soft over. Want de andere drie heb ik al gebruikt in Q1 en Q2. Dus dit was eigenlijk niet zo slim van ons. Ach ja. Ik zit even wel te kijken naar de power unit en dat soort dingen. Maar die gaan we gewoon vervangen in Brazilië. Want deze kunnen er gewoon nog mee in deze race, hoop ik. Zo niet, dan vallen we uit. En dat is erg jammer. En we gaan een outlap doen. En alweer hoor ik geen geluid. Ik weet niet wat er met Codemasters aan de hand is. Maar ik hoor alweer geen geluid. Heel erg gek. Heel erg gek dit. Gewoon, Codemasters lijkt gewoon... Ja, ze willen gewoon... dat wij naar de Formule 1 toespringen. Terwijl we nu weer geluid horen, dus dat is goed. Dus ja, ik weet niet wat het probleem was. Je hoort de MGUH wel goed hoor. Dat rauwe gedeelte. Als ik afrem. Inmiddels over start-finish. En we gaan dus een tijd laten noteren. Hier in Austin, Texas. Voor Q3. We schieten hier alweer door. Ik weet niet wat ik hier heb met deze bocht. Maar het is bloed en bloed irritant. Inmiddels over dit kleine irritante bochtje hier. Oh, en we schieten door. En dat is een spin. En weg onze eerste run in Q3. Die bocht, dat is een krappe bocht. Dat is... Einde sector 2 stap, begin sector 3. En die kan ik nooit zo goed nemen. Dus ja, ik heb besloten om naar binnen te gaan. En het hier even rustig aan te doen. En dan moeten we doen met onze laatste run. En deze banden zijn al gebruikt, dus we hebben geen nieuwe banden meer. Ach ja, niks aan te doen. Terug naar de pits inmiddels. We worden gewoon teruggeduwd naar de pitbox door ons personeel. Bandenvormers gaan er inmiddels op. En dan is het afwachten voor de laatste run in Q3. Ik zie dat een band uit Q1 een paar duizendste sneller is. We gaan er inmiddels weer uit voor onze laatste run in Q3. En ook onze laatste poging om een tijd te laten noteren in Q3. Want de eerste run was niet goed gelukt. We spinden daardoor in het begin van sector 3. En we gaan het nu gewoon rustig aan doen. En hopelijk dat we nu wel een tijd kunnen laten noteren in Q3. Inmiddels over start-finish heen gekomen. En nu gaat het er ontspannen. Of wij de zenuwen in bedwang kunnen houden. Dat wij hier een tijd kunnen laten noteren. We schieten hier alweer door. Ik weet niet wat ik met die bocht heb, maar ik vind het bloed en bloed irritant. De S-secties, waar we altijd erg sterk zijn met de Alfa Romeo, want we hebben meer downforce dan de rest. Komen over start-finish. We schieten hier wel een klein beetje door. Hamilton naar een 1.34.4 en wij rijden een 1.35.5 volgens mij. En het is P9. Super resultaat. Ben er erg blij mee. Geen P10, maar P9.
Ja, Hamilton pakt Bol met een 1.34.0. Verstappen naar 2 en Leclerc naar 3 en hij zelf naar P9. Gat naar Hamilton met Verstappen is 17e. Uninterrupted for the Grand Prix tomorrow, so make sure you join us then. Nou, de resultaten met de rivaliteit. We winnen ten opzichte van Raikkonen, we winnen ten opzichte van Lucas Weber. Sorry, Devin Butler, we winnen ten opzichte van Devin Butler, dat wou ik dus zeggen. Ik haal die rivalen steeds door elkaar. De resource points zijn er best wel veel, want in Brazilië komen ook een paar upgrades aan de auto. 203 in totaal, reputatie is wat gestegen bij de teams. Ik neem me naar een veteran in de sportsmanship. En Emma zegt, supergoed, dankjewel Emma. Oké, ik hoop het. Het regent. En dan gaan we gewoon kijken wat het gaat worden in de Verenigde Staten. Even naar de R&D tree. En dan laten we beginnen met de race. What fantastic enthusiasm we have for Formula 1 here in the United States of America. And it's an enthusiasm born from generations of memorable Grand Prix racing. Bruce McLaren took his maiden victory at Sebring way back in 1959. And John Watson's 1983 victory at Long Beach, well, that still holds the record for the lowest ever starting position for a race winner. We have 10 turns to the left and 10 to the right here at the fantastic Circuit of the Americas. Overtaking opportunities into turns 1 and 12 at this anti-clockwise 3.6 mile track. But we may well see cars struggle to slow down there today as the wet weather does interfere with the low speed grip. Also here, of course, is Anthony Davidson. Why don't we kick off by discussing Max Verstappen? Looks like they've got a tough race in store today as grid penalties from changing power unit components has forced them further down the field. But on the bright side, at least those fresh components can help them maintain the power they need to come through the pack. I expect to see them take a more aggressive approach today to make up for the compromised start. Nou, de grid voor de Grote Prijs van Amerika. Met Lewis Hamilton op pole position, Leclerc naar 2, Bottas en Vettel naar 3 en 4. Verstappen heeft een grip penalty gepakt, Hulkenberg naar 5, wij onszelf naar 6, Weber en Ricciardo naar 7 en 8, Perez en dan Verstappen naar 10. Russell en Magnussen 11 en 12, Gasly en Raikkonen 13 en 14, Gasly heeft penalty gepakt, Butler en Sainz 15 en 16, ook Grosjean penalty gepakt, 17, Stroll 18, volgens mij Norris 19 en Kubica 20 als ik dat goed zeg. We zijn hier dus aanbeland bij onze auto en het regent hier in de Verenigde Staten. Dus Jeff wenst ons veel succes voor de Grote Prijs. Dankjewel Jeff. We gaan het ook laten zien of we uit de problemen kunnen komen. Want in de Verenigde Staten, want de lampen zijn dus officieel uit voor de GB van Amerika. En we komen niet zo lekker weg. Ik zie hier al helemaal geen flikker. WB naar 6. En Perez. Perez beweegt daar gewoon. In de remzone en wij moesten daar gewoon ontwijken. Ik schrok me kapot. Weber is hier brutaal en duwt hier ons gelijk naar de buitenkant. En Ricciardo en Weber hebben het hier aan de stok. Al gelijk in ronde nummer 1. Ik zie helemaal niks hier. Ik moet het hier rustig aandoen. En Ricciardo heeft het moeilijk. En daar zit wel aan de buitenkant bij de Australiër. Helaas net niet. Maar het rijdt hier ontzettend langzaam. Hier dan misschien proberen wat een wijdere lijn nemen. En dat is... P8. Nou, zo zie je maar dat het ook goed kan in de regen. Weber rijdt al gelijk weg van ons, dus we zijn niet zo goed in de regen, zie ik. Oh, wat langzaam rijdend hier. En het groepje voor ons rijdt al gelijk van ons weg, dus die zien we niet meer terug. Ricciardo, die valt hier gewoon aan, hoor, want die heeft meer snelheid. Die Renault is sneller dan ons. En dan is de vraag, maakt hij het af? Hij maakt het niet af, want hij blijft er nog zitten aan de binnenkant. En wij verdedigen hier hard. Nog steeds P8 in deze verschrikkelijk grote prijs. Want we schieten hier gewoon wijd. We hebben daar een save. Ik weet niet hoe dat kwam. Ricciardo zit ernaast. Maar wij kunnen hier weer diep remmen. En dat doen we gewoon ook. P8. Oh, maar we schieten hier door. We hebben het lastig. En Ricciardo... raakt ons gewoon via de voorvleugel. Wij raken Ricciardo bij de sidepod. Frank is online. Leuk, gezellig. Het is hier gewoon hartstikke lastig hier in deze regen. Ricciardo rijdt hier alweer heel erg langzaam.
En we zijn hier alweer voorbij op hetzelfde punt. En zo doen we dat dus. Maar dit wordt een zware grote prijs. Dat kan ik u nu wel zeggen. Ja, je made it look easy. Het was ook makkelijk, want Ricciardo had daar heel weinig snelheid. Daar komt Ricciardo weer met een aanval, maar hij waagt die aanval niet. Hij keek wel even. Weber voor ons. Dat gat is inmiddels groter en groter. Daar komt Ricciardo met een aanval voor P8. En hij is er voorbij. Maar we kunnen hier weer terugkomen met de slipstream. We komen hier terug. Laat remmen bij Ricciardo, maar hij geeft niet op. Hij zit er nog en dat is P8. Want wij duwden Ricciardo richting de curbstones. Inmiddels ronde nummer 4. Oh, we schieten daar een klein beetje door. En dit heeft gevolgen, denk ik. Want Ricciardo is hier, denk ik... Oh, hij is niet snel, want ik zie hem niet in onze spiegels. Gaat naar Weber is inmiddels 13 seconden. Enorm groot. Oh, we schieten hier alweer door. Ik zie de track limits krijgen een waarschuwing. Onze eerste van deze wedstrijd. Dus we moeten zorgen dat we het clean houden. Ronde nummer 5. En het is hier erg lang, erg lastig en ook erg langzaam. We nemen hier wat wijdere lijn. Rood in sector 1. Gat naar Weber is 14 seconden. Gat naar Ricciardo is 17e. Dus we krijgen het enorm lastig. Want de top 8, inclusief mezelf, zit gewoon achter mij. Ricciardo komt daar met een aanval, maar wij slaan die aanval af. Er zit ook een racing point. En Ricciardo zit hier aan de binnenkant. Hij heeft een stuk voorvleugel schade, zag ik daarnet. En laten we hopen dat wij dit nog vol kunnen houden. Ronde nummer 5. Nog 9 ronden te gaan. Proberen deze bocht goed te nemen. Die nemen we ook goed. Een klein beetje wielspin volgens mij. Maar het heeft geen grotere gevolgen voor onze wedstrijd. Nog steeds in de regen. Het houdt maar niet op in deze regen. Daar komt Ricciardo alweer met een aanval voor P8. En hij slaagt er weer niet in om die plek te pakken. Inmiddels is Pierre Gasly, als ik zeg, op mag stappen. Het is Pierre Gasly. Die daar dichterbij is gekomen. We blokkeren Ricciardo. Hij zit hier naast ons hoor. Hij zit hier naast ons, maar wij remmen hier wat langer uit. Ja, Gasly. Het was Gasly dus. Dat had ik goed gedaan. 2/10 verschil met de Fransman, die nu nog in de Red Bull zit. Ik weet niet wanneer ze dat gaan aanpassen. Ik hoop snel, Codemaster, dat hij terug wordt gezet in de Toro Rosso. Net als in het echt, want hij is vervangen door Alexander Albon. Hij gaat naar de Red Bull en hij rijdt, komt naast zitten. Naast Max Verstappen, terwijl deze Gasly nog in zijn Red Bull ons passeert. En wij hier terugkruisen en wij hier weer laten remmen. En Gasly laat ons leven. We schieten daar wel erg door. Wij rijden ontzettend langzaam om die bocht te kunnen halen. Maar wij blokkeren hier gewoon de rest. Het gat is inmiddels enorm groot met Weber. Ik zie het op de kaart. Enorm groot. Oh, Gasly zat er wel even aan de binnenkant. Nog steeds ronde nummer 7 op het lange rechte stuk. En Gasly is sneller. Maar wij duwen hem hier gewoon naar de buitenkant. We raken elkaar. Ik duw hem even terug. Nog steeds P8. Gasly kan hier niet aanvallen. Weber doet trouwens goede zaken voor William. Want hij pakt alweer punten voor het team. Dus mijn oud F2 rivaal en teamgenoot is ontzettend goed bezig voor Willy. Weber is just ahead. Push for the position. Gat is 24 seconden. Jeff, F serieus. Meen je dat nou? Ongelooflijk. Ik weet niet wat die man heeft gedronken of gesnoven. Maar ik hoop dat hij een grapje maakt. Want dit kan echt niet. Ronde nummer 8 inmiddels en daar komt Gasly alweer met een aanval, maar hij zet die aanval niet door. De Fransman is te verlegen, net als in het echt. Oh, we schieten hier alweer door. Maar we redden deze bocht alweer. Dus gelukkig dat we niet te ver doorschoten. Oh, Gasly zit daar in de S-secties. Maar dat is
nog steeds P8 op wonderbaarlijke wijze. Gasly nu op het lange rechte stuk. Hij probeert het. Hij zit ernaast. Maar hij zet die avond niet door. Kom op Gasly, toon je ballen. Hij toont zijn ballen en dan remt hij enorm diep. Maar wij remmen hier nog dieper. We raken elkaar volgens mij. En Gasly slaagt er weer niet in om de plek te veroveren. Het gat naar Weber is inmiddels rond de 30 seconden opgelopen. Mijn hemel. Een Mercedes gaat naar binnen. Het is Lewis Hamilton volgens mij die naar binnen duikt. Voor een nieuwe verse set van de intermediate. Want dat kan hij, want hij heeft genoeg voorsprong. Maar wij duiken gewoon niet naar binnen. Wij gaan gewoon deze wedstrijd gewoon op de intermediate banden uitrijden. Lichte regen in 10 minuten. Intermediates en wets hebben dezelfde pace, zegt Jeff. Gasly duikt naar binnen. Ja, hier Gasly duikt naar binnen. Er duiken nog meer mensen naar binnen. Wij blijven gewoon buiten. Kimi ook naar binnen. Maar wij blijven gewoon buiten. Kimi is in de pit. Kimi in de pit. Ricciardo naar 9. En dat is ronde nummer 10. En Magnussen zit inmiddels bij onze gearbox. We maken daar een foutje. Maar Magnussen kan die avond nog niet waard. Hij is dus naar binnen geweest. En heeft een vers set van de intermediates te pakken. Misschien was dat toch wel een goede strategie. Want wij worstelen nu nog steeds met deze banden. En Magnussen zit er heel dicht op. Hij kijkt gewoon waar hij een avond kan wagen. We moeten de auto enorm breed houden voor de date. Maar daar komt Kevin Magnussen voor P8. Daar zit ook Lance Stroll aan de buitenkant. En nu moeten we hier zorgen of we een betere exit hebben. Nee, want Magnussen duwt ons gewoon naast de baan. En we hebben de plek niet weten te veroveren. En Magnussen rijdt ons weg. Dus de stop die de Deen had gemaakt was eigenlijk een hele goede stop. Een hele goede strategie. We kunnen hier later remmen dan de Deen. En dat doen we ook. We raken elkaar zelfs. Maar dat is nog steeds P8 met nog 5 ronden te gaan in deze wedstrijd. Magnussen zit daar nog steeds hoor. Hij zit daar nog steeds. Daar komt hij met een avond op de laatste bocht. Maar hij zet niet door. We blokkeren er wel een wieltje. We moeten oppassen. We moeten oppassen voor de Deen. En dit gaan wij niet redden. Dit gaan wij niet redden. Want daar komt hij met een avond. Kevin Magnussen voor P8. En dat is P8. Nee, dat is niet P8. Oeh, hij zit daar nog. Hij zit daar nog. Het is hier zo close met de Deen. Met nog 400 te gaan in deze wedstrijd. De MGUH die overleeft hopelijk nog in deze wedstrijd. Maar we moeten nu alles op alles zetten om deze plek vast te kunnen houden. Want ik wil niet naar P9 gaan. Dat lijkt me jammer. Dat lijkt me ontzettend jammer in deze wedstrijd. Dus laten we hopen dat we het goed kunnen uitverdedigen naar Kevin Magnussen. Het gat naar Weber. 22 seconden. Middels lang rechter stuk. Zo, de knetters. We hadden daar een moment, zeg. En Stroll is er al voorbij. We hadden daar een moment. Een enorm moment. Maar we weten op de een of andere manier weten we gewoon die plek. Gewoon, ja, onze positie gewoon te kunnen redden. Met een enorme save. En Stroll en Magnussen hebben het hier aan de stok. Magnussen rijdt hier ontzettend langzaam. Ik weet nog steeds niet hoe wij die save hebben voltooid. Bizar dit. Ik denk veel beter dan Verstappen, denk ik, in Brazilië voor 3 jaar terug, als ik dat goed zeg. Magnussen en Stroll. Oh, het is hier glibber en glijden. En daar zitten we aan de binnenkant van Stroll. Hij laat ons niet leven. Maar wij duwen hem hier gewoon vrolijk langs de baan. Doei doei Stroll. We krijgen een waarschuwing, maar dat geeft niks, want we hebben geen penalty ontvangen. Met nog 4 ronden te gaan. De MGUH die zit op het laatste leventje. Dus ik ben bang dat we in Brazilië gridstraf moeten pakken. Daar ben ik bang voor. Oeh, we rijden hier ontzettend langzaam. Het is geel. En Ricciardo is out of the race. We hadden daar weer een moment. En Weber raakt ons. Magnussen raakt ons. Kevin Magnussen raakt ons. Het is niet Lucas Weber. En wij komen hier gewoon terug voor meer. We rammen hem hier ook gewoon. Hoppata. Karma. Maar Magnussen is er voorbij. Oeh, we raken ook Butler. Magnussen is er voorbij en wij zijn verwezen naar P9. Nu moeten we dus gaan die plek gaan verdedigen, want naar Magnussen kunnen we gewoon niet meer toe rijden.
En ik zie de tracklimits een waarschuwing. Nou, we kunnen misschien Magnussen nog te grazen nemen. Hij rijdt hier ontzettend langzaam, wij rijden hier ook ontzettend langzaam. Maar we moeten fuel gaan sparen, want we hebben alles opgebrand. Dus die plek hebben wij niet meer kunnen pakken vanwege die fuel. Kijk maar, want hij rijdt gewoon weg. Butler zit inmiddels hier achter ons voor P9. Hopelijk dat hij niet P10 pakt. En we moeten hier gewoon brandstof gaan besparen. Ja, Magnussen is gezien. Die komt niet meer terug. Stroll zit daar ook naast Devin Butler. Het is Butler, volgens mij zei ik daarnet Weber. Ik weet het niet, als ik dat goed zeg. Dat boeit niet, het zijn allebei oud-rivalen in de Formule 2. Eentje mocht ik, de andere niet. De ene die ik mocht was Weber, de andere die ik niet mocht was Devin Fackler. Inmiddels ronde nummer, nog steeds ronde nummer 12, begint ronde nummer 13. De ene laatste ronde loopt en nog steeds P9. Daar komt Devin Butler voor P9, maar hij zet niet door. Hij zit daar nog wel aan de binnenkant. Oeh, hij is ook voor vleugelschade hoor. Dit wordt close. En wij houden die plek, want wij duwen hem hier naast de baan. Stroll zit hier trouwens ook. Lance Stroll, zo noem ik hem eventjes. Daddy Rich Boy, zo noem ik hem ook. Dus hopen dat wij deze positie kunnen vasthouden. Nog steeds ronde nummer 13 op het lange rechte stuk. Daar komt Devin Butler voor P9. Maar wij weten die aanval af te slaan, gelukkig. En nu is het gewoon verdedigend werk. Nog één ronde te gaan. En nog een paar bochten totdat de laatste ronde ingaat van deze grote prijs. Oeh, het is hier wel erg krapjes met de bocht. We hadden dan wel een klein beetje wielspin. Met krapjes bedoel ik dat we die wat te wijd namen. Dus dat we niet goed uitkwamen. Laatste ronde loopt inmiddels en daar zit Devin Butler weer aan de binnenkant bij ons. En de vraag is, zet hij hem door? Ja, hij zet hem door en we raken elkaar ook gewoon. Het is hier agressief spel in de Verenigde Staten. Trump zal hier blij mee zijn met deze race. Die man is ook gestoord en de racers zijn hier ook gestoord. Dus hey, waarom niet? Voordeel voor Trump, heeft hij eigenlijk een soortgenoot waar hij mee kan trouwen. En is hij getrouwd met racers? Nou, ook goed. Maar ik denk dat die Amerikaanse president helemaal niks met verleden te maken heeft. Terwijl hij alleen maar geld mee kan verdienen. Dan is het alleen maar top. Lijkt net Dagobert Duck. Is ook alleen maar op geld. Maar ja, dat boeit niet. We gaan gewoon door met de race. Trump en Dagobert laten we achter ons. Hetzelfde geldt voor Devin Butler. Die laten we ook achter ons. Toevallig niet. Laatste ronde loopt inmiddels. En daar zit Devin... Oh, sorry. Devin Butler zat daar aan de binnenkant. Charles Leclerc wint de wedstrijd. Heeft Ferrari een meesterzet gedaan in de regen. Ook voor het eerst dat een Ferrari wint. Oké, interessant. Charles Leclerc wint dus de wedstrijd. Terwijl wij een aanval van Butler nog moeten zien te pareren. En die pareren wij ook. De Mercedes en de Red Bull maken het podium compleet. We komen overstartfinish en het is P9. Ja, ik kan tevreden zijn met deze grote prijs. Ferrari have really pulled it out of the bag today. It's a great win. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? Well, they clearly have a car that comes alive in the kind of conditions we were dealing with today. It's a very balanced package in the wet, and what that means is that the drivers have confidence to attack. And having that confidence gets you on the power earlier, it lets you brake later, and can put you a long way up the road. And here we are, a team that is no stranger to the podium, taking their place on top once again. A sublime race today, and a stunning win for Ferrari. Nou, de uitslag van de grote prijs. Leclerc wint dus de wedstrijd met een 2-stop strategie. Hamilton naar P2.
En die pakt ook de extra punt en Bottas maakt het podium compleet. Wij zelf naar P9 met teleurstellende grote prijs. Mercedes is wereldkampioen en Hamilton en Bottas strijden nog voor het WK. Raikkonen pakt een paar plekken en wij zijn na P4 nog steeds. En ik denk dat we gewoon best of the rest worden dit seizoen. Dus het is super dit. Super, super, super. Williams komt naar voren dankzij Lucas Weber. Die staan gelijk met McLaren, dus Williams kruipt langzaam naar boven. Super gedaan van Lucas Weber. Great workout there today. Let's have your thoughts. That was a close duel with Devin. How are you planning to come out on top? Nou, ik vind het wel knap dat wij als eerste zijn geëindigd. Waarom altijd over Devin Butler? Waarom niet over onze race? Kom op, Claire. Devin Butler, die interesseert mij niet. How did your team respond to the poor conditions? Ja. Het was niet echt, zou ik zeggen, niet echt onze dag. You had a few bumps and scrapes today. Who would you say is at fault? Ja, ik vind wel dat Kevin wel wat agressief reed. Nou oké, dankjewel Claire. Tot in Brazilië. Nou, de resultaten van de race. We hebben de rivaliteit met Kimi Räikkönen gewonnen. En we kruipen richting de rivaliteit van Devin Butler. Lewis's points hebben trouwens de rivaliteit met Kimi Räikkönen niet gewonnen. Nog één punt en dan hebben we hem wel gewonnen. Lewis's points zijn er best wel veel. In Brazilië komen meer upgrades aan de auto. Reputatie is gewoon gelijk gebleven. Kruip je naar een vette trend sportsmanship. Nou, dit was dus de video, mensen. Ik hoop jullie genoten hebben. Laat even een like achter als je genoten hebt. Abonneer op mijn kanaal voor meer afleveringen van F1 2019. Ik heb de tweede career mode. Reageer op beter kan ook moet worden in deze video. Voor mijn sociale kanaal, links in de beschrijving. Ben je nieuw op dit kanaal, wil je meer afleveringen van F1 2019 voor wekelijkse content? Druk gewoon op abonneerknop, druk op like op het belletje, zodat je geen enkele video meer van me mist. Dan zou ik zeggen, een fijne dag verder en tot de volgende keer bij F1 2019. We gaan verder in Brazilië. Een fijne dag verder en tot ziens.